Hallo allemaal en goedemorgen. Het is woensdagochtend, heel erg vroeg en het is nog steeds heel erg hard aan het waaien. En ik ben dit keer wakker van de wind. Ik ben een idioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Even een slokje thee, want mijn stem is niks. Oh, dat is lekker. Dat is lekker. Burgemeester Halsema is de allerleukste en allerbeste burgemeester. De stad alleen, waar zij de burgemeester van is, de stad Amsterdam, is een absoluut shithole. Ik kwam dit gisteren tegen. God. En ik moest er een beetje van huilen. Het staat er echt. VVD wil onderzoek naar geluiddempende bestrating voor rolkoffers. Oh, lekker. Wellicht. Sorry, dit is van Jesper Roelen. En dit is het parool. Wellicht is geluidsoverlast van toeristen met rolkoffers in de toekomst verleden tijd. Goed opletten. De rolkoffers, die zijn niet verleden tijd. Die toeristen, die zijn niet verleden tijd. Alleen de geluidsoverlast van de rolkoffers. De VVD wil namelijk dat de gemeente gaat onderzoeken of er een type bestrating is dat deze geluidsoverlast kan verminderen. We gaan onze straten dus aanpassen. Let u op, mevrouw de burgemeester. We gaan de straten van Amsterdam aanpassen aan hun rolkoffers. De rolkoffers van die terroristen. Sorry, toeristen. Ik haal die twee steeds vaker door elkaar. Nou, laten we eens kijken wat voor geniaal haarbalplan dit is. De toeristen met rolkoffers staan voor Amsterdammers vaak synoniem voor de overlast die het toerisme met zich meebrengt in de stad. De rolkoffer past daarmee in het rijtje van toeristen, terroristen op een huurfiets, Segway of op een bierfiets. Nu het stadhuis de bierfiets uit het centrum heeft verdreven, vindt de VVD het tijd om iets te gaan doen tegen het lawaai van de rolkoffers in de straten? Onvoorstelbaar. Alsof je. Nou ja. Ze willen dat de gemeente gaat onderzoeken of er een type bestrating is, dat, I quote, dat zorgt voor de minste geluidsoverlast door rolkoffers. Volgens de partij is de gemeente verplicht. Weer een quote, verplicht richting de Amsterdammer om waar dat kan de overlast zoveel mogelijk te beperken. Je moet je dan dus voorstellen dat een of andere dienst van de gemeente je hele straat gaat openbreken. Dat is geen overlast. En dan nieuwe tegels in die straat gaat hangen, wat ook al geen overlast is. Zodat die toeristen daar gewoon lekker weer de beesten uit kunnen hangen. Met hun rolkoffers. Wat dan ook geen overlast is. Ik begrijp hier echt helemaal niets van. Maar goed. Maar zomaar een ander type tegel in de stad gebruiken gaat niet. Amsterdamse straten worden namelijk ingericht volgens de Puccini-methode. Dit handboek is ontworpen om de, quote, werkprocessen in de openbare ruimte te stroomlijnen. Jesper Roelen is wel helemaal dol op citeren. Dat merk ik. Het valt op. In dit handboek zijn de bestratingen opgenomen die in Amsterdam gebruikt mogen worden. De VVD wil dat de gemeente gaat uitzoeken welke bestrating uit de Puccini-methode het best werkt
om de geluidsoverlast van rolkoffers in Amsterdamse straten te verminderen. Onvoorstelbaar. Daarnaast vraagt de VVD, als eenmaal is uitgezocht welke bestrating het meest geluiddempend werkt, of het college deze dan wil inzetten bij de straten waar veel toeristen overnachten, zodat ze dat daar kunnen blijven doen. En zodat die terroristen, toeristen, daar gewoon door kunnen gaan met zuipen en snuiven en neuken en lawaai maken en knetterstoond ronddolen en kloten op hun telefoon en domme vragen aan Amsterdammers stellen terwijl ze wijzen op hun telefoon. Hoe het college over de plannen van de VVD denkt is nog niet bekend, maar wellicht lopen er binnenkort ambtenaren met decibelmeters en rolkoffers door de stad. Oh, moeder. Oké, dus we gaan geld uitgeven aan die decibelmeters. Dan gaan we geld uitgeven aan rolkoffers. We moeten alle merken hebben, alle maten, alle soorten, alle formaten. Let u op, mevrouw de burgemeester. Die rolkoffers, die proppen we dan vol. En ik vind dat we dit moeten testen bij verschillende weeromstandigheden. Dus we testen het als het regent, we testen het als het waait. En dan zoeken we een straat waar heel veel toeristen rondhangen. En dan rukken we daar de tegels eruit, waardoor alle winkeliers heel veel klandizie kwijtraken. Terwijl die straat is opengebroken, baggeren die toeristen gewoon door. Waarschijnlijk midden op de weg. En laten we hopen dat er een paar geschept worden door een taxi of een bus of een tram. Dat scheelt weinig, maar hoe minder de toeristen, des te beter het is. En dan gaan wij onze straten. Dus dat is de straat waar je op loopt, hè? Waar je op fietst, waar je op loopt, met je kinderwagen, met je kinderen. En de hond, mevrouw Halsema, en de hond. Die straten die gaan we aanpassen aan hun rolkoffers. Ik weet, mag ik wat vragen, mevrouw de burgemeester? Weet u wat voor drugs de VVD in Amsterdam gebruikt? Is dat lijm of zijn die jongens en meisjes aan de LSD? Want van alle domme, imbeciele dingen die ik zo al gelezen heb, komt deze wel heel hoog op mijn lijstje van deze hele stad is knettergek. Dit is een fucking shithole. Naar de voorpagina van dit razend populaire YouTube-kanaal ligt er niet om. Bekijk dit kanaal maar even. Op de voorpagina staat, go get mommy's belt. We're gonna have some goddamn discipline in de stopera. Dat is niet dit. Dat is niet dit. Dit is echt krankzinnig. Wat is dit? En je zal zien dat dit nog doorgaat ook. Want onze gemeenteraad, die apen in de stopera, die gillen daar maar wat. Die poepen op de grond. En dan smeren ze wat papier over die poep heen en dan smijten ze dat naar de muur of naar het behang. En dat noemen ze dan, weet ik niet, een voorstel of een plan van aanpak. Dit is complete fucking waanzin. We gaan de straat aanpassen aan hun rolkoffers. Ze zijn te gast hier, die terroristen. Kunnen zij zich niet aanpassen aan ons? Wees ervan, maak geen fucking lawaai, want er slapen mensen daar. Veroorzaak geen overlast. Verbruik niet zoveel water, energie en plastic en andere troep. Ga een keertje naar een andere stad. Sodemieter alsjeblieft op. Onvoorstelbaar. En ja, gut, de VVD die bedenkt dat. En Parool tekent dat dan op, weet je. Dus als een soort Pravda. Jesper Roelen ook, die zal niet opschrijven. Dit is het allerdomste wat ik ooit gehoord. Nee, dat mag niet, met bloedje serieus genomen. Terwijl, ja, een 10-jarige kan je uitleggen dat dit krankzinnig is. Maar ja, dat is de gemeente van Amsterdam. En daarom heb ik zoveel respect voor onze burgemeester. Zij is fantastisch. Maar de
apen waarmee zij in dat college zit, de apen waarmee ze in die stopera zit, die mensen zijn echt gek. De gast die dit plan bedacht heeft, die heeft dwangverpleging nodig. Een vorm van TBS en dwangverpleging. Nou, weer een reden om te verhuizen uit Amsterdam. Weer meer ergernis. Ik zet hem op de lijst. Mevrouw de burgemeester, dit gaan we niet doen hoor. Echt niet. Dit moet u gewoon meteen verbieden. Doe maar een veto. En zeg maar zoiets van... hartstikke leuk bedacht. Maar sorry, gaat niet door. Want wij hebben wat afspraken op planeet Aarde. Tot de volgende keer. Stel je fucking waanzinnige.